Na 13 maanden van crisis is de Belgische premier Leterme maandagavond afgetreden. Hij heeft bij koning Albert II om het ontslag van zijn regering gevraagd. Leterme was al maanden bezig met een staatshervorming, maar de Vlaamse en Waalse partijen in de coalitie konden het niet eens worden. Leterme werd in juni vorig jaar verkozen met honderdduizenden voorkeursstemmen. Maar de kabinetsformatie duurde 9 maanden, een wereldrecord, en de premier bleek niet in staat om oplossingen te vinden. De oorzaak van het aftreden ligt in een conflict over de hervorming van de deelstaten. De Vlaamse en Waalse gewesten zouden hierdoor meer autonomie krijgen, ook al zaten de Walen daar niet op te wachten. Het is nog niet bekend wat er gebeurt als koning Albert het ontslag aanvaardt. De kans bestaat dat de koning een nieuwe informateur benoemt of dat er nieuwe verkiezingen komen.